U ziet mij hier naast Charlie Chaplin staan, geboren in 1889. En hij mocht door zijn films, et cetera, op een gegeven moment niet meer in de USA wonen, helaas. Dus toen werd hij verbannen. Aan de andere kant van mij staat Humphrey Bogart uit de vele films. Wij hebben hier ook het litteken dat hij ooit heeft opgelopen, hebben wij gehandhaafd. Dus het is echt zo'n detail waar wij heel erg op letten. Ja, Marilyn Monroe, sekssymbool aller tijden. Dat is een icoon, daar kun je niet omheen. En wij hebben haar ook zo genomen uit de film van The 7-Year Itch. Met die jurk die omhoog waait. Dus natuurlijk gaan veel bezoekers even kijken wat daaronder zit. Ik doe het niet hoor. Hier hebben we Elizabeth Taylor. Soms willen mensen nog wel eens proberen om het juweel eraf te krijgen, maar dat lukt ze niet. Daar hebben we allemaal trucjes voor. En de voormalige James Bond, bij heel veel mensen nog steeds de favoriete James. En dat is Sean Connery. We hebben ook Pierce Brosnan. Die nu speelt op dit moment. Maar heel veel vinden het nog steeds een hele mooie man. Het is het ook. Hier hebben we de altijd sprankelende Shirley MacLaine. Die is bij Tussauds Amsterdam onthuld door Simone Kleinsma. Dat is toch wel onze eigen Shirley MacLaine. Hier zijn we aangekomen in de Grand of in de Hall of Fame. En naast mij staan eigen trofeeën van het Nederlandse toneel. Monique van der Ven, Mary Dresselhuis. Hier hebben we Wendy van Dijk. Natuurlijk nu ook bekend van de film. Lieve Verliefd, net bevallen van een zoontje. En haar beeld is pas 3 maandjes geleden onthuld. En op de achtergrond bij haar zien we Anthony Hopkins. De man die zo van mensenvlees houdt in al die enge films. We zijn aangekomen bij Dame Edna. Kijk eens wat een ontzettend sprankelende vrouw. Of man. Wel bekend van de Engelse tv. Ik zei u al dat Wendy van Dijk onze laatste aanwinst is. En de eerstvolgende zal zijn van Pim Fortuyn. Dat wordt een tijdelijke tentoonstelling, heel speciaal. Gaat ook over een deel van zijn vroegere leven, dus van zijn jeugd tot aan eigenlijk nu. Dus wat is nu zijn invloed? En het wordt iets heel, heel bijzonders. Wat ook echt u of het bezoeker niet onberoerd zal laten. Dat is te zien vanaf Pasen. En zoals ik ook al eerder aangaf, wij zijn open van 10 tot 6:30. En ja, iedereen is van harte welkom, dus kom vooral langs. U weet nu hoe centraal het ligt in Amsterdam. Hartje centrum, dus het kan niet missen. Kom naar Madame Tussauds Amsterdam voor een gezellig dagje uit.